vind het jammer om te zeggen, maar ik denk toch Hamilton. Ik denk toch dat die is in zo'n Senna-conditie. Die gaat met Mercedes, die ook beslist niet loopt te slapen allemaal natuurlijk. Die gaan gewoon weer heel goed van start. Met hopelijk wat meer concurrentie, maar als ik mijn geld moet zetten, dan zet ik het op Hamilton. Ja, en het is altijd een combinatie van facetten en van zaken natuurlijk. Alleen je ziet bij Hamilton, ik zou bijna zeggen meer dan bij andere coureurs, dat heel erg wordt gezegd, ja, hij wint doordat hij in een goede Mercedes zit. Maar is dat te makkelijk? Of kun je zeggen dat Hamilton als atleet zelf ook echt het verschil maakt? Nee, ik denk dat hij, je ziet hem, neem Vettel en Hamilton naast elkaar en tel al die puntjes van Vettel en zo op wat hij net even verkeerd doet. En dat zien we bij Hamilton misschien één of twee keer een klein dingetje waarvan ze nou, dat had jij wel anders moeten doen. Maar die is heel constant. Hij is er altijd bij. Ze hebben maar één Grand Prix gehad dat ze er allebei niet bij stonden. Maar dat is dan, weet ik het wat, waar dat teruggekomen is. Maar uiteindelijk, Hamilton gaat volgens mij wel weer wereldkampioen worden. Ja, ik denk dat Max met al zijn capaciteiten het een en ander kan compenseren. En ik heb best wel het idee, dat Honda het redelijk voor elkaar gaat krijgen. Die staan nu ook vol te testen op de testbanken en die hebben er zo'n belang bij. En die zijn zo fanatiek. Dus ik zie Max toch wel als een potentiële winnaar van vele races en toch wel ook wel hard gaan. Maar betekent dat meer dan dit jaar? Dus waarschijnlijk meer dan 2 overwinningen mogelijk? Ja. En ook top 3 in het wereldkampioenschap? Ja, dat denk ik dat hij dat best wel gaat halen. We moeten natuurlijk afwachten, hè, want het kan ook de andere kant op gaan. Je gaat een nieuwe motor aan een chassis bouwen. Daar komen ineens andere ophangingen moeten er gemaakt worden. Je verandert wel de binnenschoen. Je bent ineens iets anders aan het doen. Dus ook dat, buiten dat je motor genoeg kracht moet leveren, moet je ook afwachten of dat allemaal past en of de wegligging weer zo fenomenaal wordt. Ik denk Leclerc, naast onze vriend Vettel natuurlijk. Ik denk dat die nog wel eens, dat is toch een ander kaliber dan de mensen die er eventjes in zijn gekomen allemaal. Een ander kaliber dan Stoffel. En ik schat die toch wel heel hoog, die staat gewoon de eerste race bij de eerste 2 startrijen. Maar wat is nou mogelijk? Is dat meteen ook voor het wereldkampioenschap vechten als Ferrari hem een competitieve auto geeft? Ja, dat moet je je afvragen of die weer de stabiliteit erin krijgt. Of je helemaal weer dat goed afgevlakt krijgt. Want dat is natuurlijk net even het probleem. Ik denk dat hij heel snel is. En ik denk dat hij regelmatig voorin eerste of tweede rij zou kunnen komen te staan. Maar dan moet je het nog maar allemaal met die kleine dingetjes die er allemaal ook bij horen, allemaal goed weten te doen. En dat vraag ik me af of dat gaat lukken. Ja, ik denk Albon, dat vind ik niet de juiste keuze. Niet het juiste team natuurlijk ook, dus dat is altijd weer moeilijk. Maar ik voorzie dat niet goed gaat komen. Dan voorzie ik nog wel eentje, die is als tweede niet goed in schaal. Dat zal toch Kubica zijn. Kubica zie ik, ik heb de man meegemaakt een heel weekend met de 24 uur race. Stond hij naast me in de pitbox. Ik zag hem uit de auto komen na een stint van 1,5 uur. En toen dacht ik al, nou jij kan nooit Formule 1 rijden. En ik ben benieuwd of dat conditioneel allemaal vol gaat houden. Dat is toch wel, hij heeft één handje wat helaas niet meer sterk genoeg is. Hij moet vreselijk veel met één hand gaan doen. Moeizamer in een Formule 1, dus dat zie ik ook niet. En ze hebben al niet het juiste team, dus